Hallo 2 tw ik heb een nieuwe uitdaging voor jullie. Ik ga namelijk eh, geen les geven nu. Jullie hebben de lessen van Scratch grotendeels gehad. Um, ik ga jullie loslaten op de code zelf en ik ga jullie zelf iets laten uitwerken. Uh, twee opdrachten. De eerste opdracht is deze hier. Je, krijgt, je tekent een basketbal en je moet die met bewegingen van je hand. Via de camera moet je die kunnen bewegen. Ja. Het hoeft niet exact te zijn, zoals dat je ziet, is mijn hand soms door de sprite heen. Ja. Maar dus dit moet je kunnen. Ja. Ik zal even oh, een tipje van de sleuwer oplichten hiervoor. Je gaat, wanneer op het vlaggetje wordt geklikt, ga je je richten naar beneden toe. Je basketbal kun je importeren en die heeft ook het basketbalgeluid dat je daarnet hoorde. Dat zit daar ook in. En je gaat hem een vaste positie geven. Dus hier, ik wil hem vooral rechts op mijn scherm hebben. Dus ik heb een grotere x-waarde gegeven boven de 100. En y-waarde toch iets boven de 0. Maar dat is dat, kies je zelf wat dat het eigenlijk past voor jou. Het tweede is dat je hier bij extra modules video zult gebruiken. En dus dan krijg je deze vier mogelijkheden. En het is eigenlijk daarom ook dat ik deze optie heb gekozen. Er zijn niet zo heel veel mogelijkheden. Deze hier. Ga je sowieso gebruiken, want die neemt waar wanneer je een beweging maakt. Um, maar dus hier moet je even mee spelen. En dus probeer op zijn minst de bal naar beneden te krijgen met camerabeweging. Um, en uiteraard, als hij de rand raakt, kun je je richting omdraaien zodat hij daarna weer naar boven ver, uh, verhuist. Dit bij mij is minder dan 10 blokken, uh, blokjes code. Um, dus dit is een um, beperkte oefening, maar natuurlijk, zonder uitleg, ga je er toch wel even aan zitten. Dat was één. De tweede is: jullie hebben voor natuurwetenschappen ook gezien dat ik een aantal um, Scratch-voorbeelden heb geïmporteerd in de PowerPoint. En mijn uitdaging naar jullie toe, en dat is dus de tweede opdracht, is om één van die tekeningen na te bootsen, een van die scratch oefeningen na te bootsen. Het hoeft niet exact te zijn, ik ben zeer, um, ik heb een zeer open geest op dat vlak, ja. dus uh, ik wil vooral zien dat je toont wat je allemaal hebt geleerd nu tijdens de lessen van scratch. Um, dus we hebben al verschillende tikkende ballen gemaakt. Um, die, die botsen en die veranderen van richting als ze botsen, enzovoort. Daar hebben we verschillende oefeningen al op ge, gemaakt. Dus, als die van bijvoorbeeld dat gas, uh, transport van warmte, dat door geleiding moeilijk via een gas gaat. Dat voorbeeld, als je dat wil gebruiken, dan kun je dat zeker doen. Maar probeer dan ook zeker de verkleuring van die balletjes erin te stoppen. Ehm. Um, je hebt ook de trillen van de balletjes, die bewegen enkel over de x-as, dus uh, min zoveel, plus zoveel, min zoveel, plus zoveel, of hoe je het ook wil doen. Um, dus daar kun je ook aan werken, opnieuw, daar moet die verkleuring dan ergens in zitten, dus dat is allemaal bij uiterlijke dat je verandert. Ehm... En voor de rest, ja, of je kiest een ander filmpje, je mag, je mag echt kiezen, maar uh, probeer dus een van die filmpjes die ik heb gemaakt in de les natuurwetenschappen ook na te bootsen. Dus, twee opdrachten. Eén, bewegende basketbal met camera. Twee, een filmpje van natuurwetenschappen nabootsen, met eigen code. Veel succes!